Laat hem nu aan. Oké. Okay. Nou, ik heb wel wat te vertellen over Wies, eigenlijk. Ja. Wie is Wies? Wie is Wies? Voor mij is Wies ten eerste collega. Maar meer dan een collega. Want ik kwam als groentje, toen was ik inmiddels ook al 50, op de baan te werken. En met een enorme bewondering voor Wies, die al in mijn ogen daar 100 jaar zat. Met een enorme betrokkenheid voor de leerlingen. En ik kwam echt net kijken. Toen werkte ik nog 1 dag in de week, inmiddels 3. En ik wist in principe van de hoed nog de rand. En dat was op vrijdag. En ik had zo'n op vrijdagmiddag zo'n klassiek ADHD-clubje. 8 13-jarigen. Druk. En inmiddels waren de pilletjes ook uitgewerkt. En ik lag daar echt helemaal uitgeteld. In het lokaal waar ik les gaf. Naast het lokaal waar Wies les gaf. En Wies die kon altijd zo onderkoeld langskomen met de nodige opmerkingetjes. En ik lag daar echt helemaal voor pampers van. En nou, gaat het nog een beetje, jongen? Ik zei ja. En zei nou, volgend jaar dan lach je erom of je bent hier niet meer. En voor mij was dat zo'n relativerende opmerking. Eigenlijk is het Wies' schuld dat ik nog steeds op de baan werk. En ja, dat was voor mij de enorme opsteker. Juist die opmerking, dat relativerende. En ja, nou, Wies, dank je wel.